bij Roderick doen een challenge. Oké, lieve mensen, wij gaan een proefvoeltest bij Roderick doen, een challenge. Dat is leuk. Je hebt een glas. Je hebt hier een flesje. Laat eerst ook even aan de kijkers zien wat je hebt. Rustig draaien. Ja, ik draai rustig. Oké. Hoop ik. Nou, dan mag je gaan proeven, dan mag je open gaan draaien. Het voelt toch zo. Dik. Wat is dit nou weer? Klinkt als. Ja. Zo'n exotische drank, mix iets. Ja. Met de meerdere vruchten in bijvoorbeeld. Zo ruikt het. Iets met mango? Er zit wel mango in, maar... Ananas? Mango, is dat een banaan of iets daar? Beetje waterig. Het is maza, denk ik. Smaakt als soort spul. Maar die verschillende vruchten, dat kan ik even niet plaatsen. Is dat tropical misschien? Denk. Niet zo 1, 2, 3 plaatsen. Er zit mango in, dat weet ik wel. Niet schrikken. Er komt gewoon een hondje voorbij. Is het raar? Het is niet koud genoeg waarschijnlijk. Er zit iets van mango in, dat weet ik wel. Het zit cijfer tussen de pure mango en de tropical. Oké. Ik denk de tropical. Nou mag je dus alleen nog even nu gaan voelen. Wat is dit? Dat is je hand. Nee. Dit. Wat is dit? Dat is besmeren. Gember, wortel, volgens mij. Oké. Okay. Denk ik wel, een gember wortel, ja. Oké. Dan in deze schaaltje, daar zit wat in, dat moet je gaan proeven. Wat is dit nou weer? Moet je gaan proeven. Moet je proeven. Oh, gember. Ja. Bah, puur gember. Oké. Mag je deze openmaken? Ik heb het maar voor je gelegd. Dat is een chocoladje. Heb ik kunnen tijd voor onze vriendin gekocht een hele zak vol. Dat is in de vorm. Het is een hele oude chocolade. Vroeger op school krijg ik niet vaak mee. Koetjesreep of zo. Ik voel het. Je mag hem helemaal wel opeten van mij. Het is volgens mij koekjesreep. Die zijn van die dunne dingen met die gleufjes erin. Nou, zo klaar. Ik denk dat het koekjesreep is. Kijk hoe meer.
Lekker. Beter dan die gember. Ja. Oké. Dan heb ik hier een lepel. Hier in mijn. En dan moet je het gaan proeven. Dus ik doe het zo. Er zit niks meer in. Moet ik er nog wat drinken bij je doen voor je? Oké. Ik heb drinken erbij in gedaan voor je. Nee, helemaal gaan opeten. Nee. Trek naar mosterd. Bah. Eten. Ja, trek naar mosterd. Bah. Bah. Dat is Italiaanse mosterd, hoor. En dat rauw opeten, lekker dan. Bah. Dan heb ik hier nog een lepeltje voor je. Ja, ik heb hem zo, alsjeblieft. Je moet niet voelen, je moet eten. Ik moet dat voelen. Nee, want ja, dat zeg ik niet. Lief, want dat zeg ik niet. Ik zeg eten. Want anders zeg ik het wel, dat je iets moet voelen. Ja, ik moet toch voelen waarom ruiken en proeven? Nee. Want dan? Ruiken en proeven. Nou, weet wij? Het ruikt naar wat stinkt dat? Volgens mij is het iets van sambal. Ja. Bah. Ik denk dat het sambal is, maar het is smeren. Okay. Nou mag je weer voelen. Ik moet nog wat drinken. Ja, zo. Maar kijk eens. Nou mag je weer voelen. Maar wat is dat? Spekjes, denk ik. En die mag je ook pak eten van mij nu. Dat is beter, ja. Ik wil die sambal. Is dat die Richard sambal? Dat is geen moeilijk. Deze mag je voelen. Is het een prut of zo? Je mag proeven. Oh, deze worst. Denk ik, ja. Nee, maar. Beter dan die zandbal van Richard. Mijn handen ergens meer. Ja, nou en? Dan heb ik hier nog een lepeltje. Je mag hem niet ruiken, alleen proeven. Ik weet niet wat dit is. Ja. Het ruikt naar pruim. Het ruikt. Niet plat, het is iets mosterdachtig. Bah. Het is vies. Oké. Bleh. Mag je voelen wat dit is voor je neus? Een mini mango. Het is koud. Er zit een labeltje aan. Wat staat op het labeltje? Er zit echt geen braille op. Jammer. Ik denk dat het een kleine mango is. Nog niet rijp, zo te zien. Oké. Okay. En wat is dit? Nee? Wat? Trekt? Nee, trekt op.
leefspekje of zo. Snoepspekje. Het zijn meestal van die ruitjes, maar dit is een andere. Ja, het is zo'n snoepspekje. Proef maar. Ja. Alsjeblieft, heb ik er nog twee. Geen mosterd aan, hè? Ik zou niet durven. Daar zit niks meer in. Zo'n knuffel. En dat soort dingen, groene. Ik vind ze niet lekker, jij wel. Je maakt ook van die puree stamppot van, of iets zo'n ding. Dit betwijfelt dus een aubergine en een courgette. Een aubergine is wat gladder en groter, dus dit zal een courgette moeten zijn. Denk ik. Top? Ja. Courgette achter. Oké. Dan de volgende. Voor je neus. Dat is dit een blikje. Ik kan niet voelen wat erop staat. Hier zit een ribbeltje in. Iets citroenruis. Witte lemon. Lekker. Yummy. Een behoorlijk sterke witte lemon. Beter dan die sambal. Dit. Rijst. Zwarties. Nee, zijn te klein voor. En mijn M&M's volgende. Zo goed, ja, mijn M&M's. Wat is dat? Het is een klein flesje. Dit is lime volgens mij. Citroen, lime, groene citroen, zeg maar. Oké. Okay. En wat is deze? Ja, voor je neus. Paprika, de kleur van migranen. Even denken hoor. Ik had gisteren die groen. Ik heb een steeltje afgesneden. Dus dan moet dit die rode zijn. Als hij daarna. Grappig is dat je brengt je geheugen te raadplegen op dingen. Wat is deze? Dit is de citroen volgens mij. Ik kan niet losstaan, je hebt zo'n clipje. Is de citroen. Citroensap. Oké. Okay. Merk weet ik niet, maar op. En wat is dit op tafel? Het lijkt wel een dennenappel. Wat is dit voor iets? Bah, dat is dat kluif van de beauty. Sot. Jij is zot. Alsjeblieft. Een blikje. Deze vind ik lekker. Hier zit een ribbeltje aan. En niet te veel blikjes met zo'n scherp ribbeltje daar. Die ken ik niet.
sisblikje. Mango? Mango in blik, ja ja. Oei, is lekker. Lekker dan deze. Is het moet mango zijn, maar mango in blik ken ik niet. Koud lekkerder is. Ik ga naar mijn verzameling. Het is een rechtkomer in plaats van een kromkomer volgens mij. Ik denk dat het een komkommer is. En de laatste. Een flesje. Banaan. Dit is dat maas aan banaan volgens mij. Laat even aan de kijkers een beetje zien. Ik leg het dopje dicht. Zo, alles eruit. Dit is maas, dat weet ik wel. Volgens mij is het banaan de smaak. Ook lekker. Is dat genoeg gebruikt? Mhm. Ik zal wat in op te branden. Dit is banaan. Oké. Nou, doe je blinddoek maar af. Zie niks. Nee, dat had ik gisteren ook. Jo. Wat had je allemaal? Spekjes, gember. Tropical, toch banaan. Oké. Okay. Dat is de mango. Gingerbeer, terwijl dit lemon doen. Wat is de andere? Mango. Toch mango. Hier had ik meer banaan uit, geen tropical. Nou, heb ik het goed gedaan voor je? Heel goed. Dat is de beauty bar. Even tussendoor eens even een grapje uithalen. Dus ik heb het goed voor je gedaan, hè? Heb ik alles goed gedaan? Ja. Een mini mango, oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet lekker nog even rijpen. Maar heb ik het aardig goed voor je? Toen zag ik heel erg te twijfelen of het tropical was of iets anders. Nu zag ik dat dit banaan was. Nou, maar dat is het. Ananas haal ik er niet uit. Proeven. Banaan of eerst. Ja. Maar zal ik ook. Die is ook lekker. Nee. Nee. Witte lemon, nee. Mij niet gezien. Dus, ik wil stoppen, hè? Nee, nog niet. Maar, goed gedaan dus? Ja, heel goed gedaan. Toch een rode paprika, heb je hier wel gehad? Ja, zeker. Mm-hmm. Ik voel die ribbeltjes op die paprika. Mm-hmm. Alsjeblieft. Wie snelste die dingen kan scheiden? Binnenkort gaan we dat doen. Nou is het scheiden. Heel. Goed. Nou, maar wat wil je zeggen tegen de kijkers? Nou, Karel heeft goed gedaan. Dingen uitgekozen die ik lekker vind, zeg maar. Behalve die sambal. Ja, wat was het andere dan? Welke? Je hebt drie lepeltjes. Ja. Mosterd, sambal en? Mosterd. Sambal, mosterd. Ja, twee keer mosterd en één keer sambal. Oké. Okay. Ik vind een soort mosterd, of niet? Twee. Dan moet je elkaar halen.
Hm? Nee, maar dat was wat te doen, die andere niet. En deze, en die vond jij lekker, potje. Hm. En dan zeg je nu van, hij is vies. Ja, omdat het zo ruw is. Ruwe mosterd. Mosterd na de maaltijd. Nou, lekker dan. Alsjeblieft. Dus dat was de challenge. Proeven en voelen samen met Roderick en Karin. Maar dit was een hele rare. Maar rauwe gember. Bah. Ja.